Beste leerlingen, ik wil jullie uitleggen wat de invloed is van netto kracht op de snelheid aan de hand van een aantal voorbeelden. Even een klein stukje herhaling, want krachten die spelen hier een belangrijke rol en krachten die moet je kunnen tekenen. Krachten tekenen met een pijl en een pijl heeft net als krachten ook een beginpunt, heeft een richting en heeft ook een grootte of een lengte. En nou, dat heb je al een keer geleerd. De richting geeft ook de richting van de kracht aan, het beginpunt of het aangrijpingspunt, is het begin. Daar waar de kracht werkt. En de lengte zegt iets over hoe groot dan die kracht is. Nou, die pijlen die gaan we uh, veelvuldig zien. En dat betekent dat het handig is om dit uh, te weten. Nou, we gebruiken daar ook meestal een schaalverdeling bij. Nou, dat kan van alles zijn. Bij hele grote krachten is dat natuurlijk een grote schaal. Uh, 1 centimeter 5 newton in dit geval. Nou, dat uh, snap je. Uh, de netto kracht is goed om te weten wat dat is. In het voorbeeld wat ik uh, hier gebruik staat een tas op een tafel. En die tas die heeft een zwaartekracht. Uh, dat is niet hetzelfde als de massa. In dit geval is de massa van de tas 2,5 newton. Of sorry, 2,5 kilogram, elke kilogram 10 Newton. De zwaartekracht werkt altijd recht naar beneden vanuit het zwaartepunt. En de tafel die levert ook een kracht omhoog. Want als dat niet zo zou zijn, dan zou die tafel naar beneden zakken, of zou die tas naar beneden zakken. Hier is de kracht omhoog 25 Newton en is de netto kracht 0 Newton. Het resultaat van deze twee krachten samen is 0. En netto kracht wil dus niet per se zeggen dat je die krachten bij elkaar moet optellen. Je telt ze pas bij elkaar op als ze dezelfde richting hebben, en je trekt ze van elkaar af als ze tegengestelde richting zijn. Dus netto kracht, resultaat van alle krachten samen. En als er een netto kracht is van nul, dan is er geen snelheidsverandering. Let goed op het woord verandering, want het kan wel een, sne een constante snelheid zijn. Het kan ook een snelheid van nul zijn, maar bijvoorbeeld eh, bewegende voorwerpen als een auto of een fiets of zo. Waar een netto kracht van 0 op werkt, heeft geen snelheidsverandering. Wel, misschien wel snelheid. Dat kan. Bijvoorbeeld bij fietsen. Wanneer de aandrijvingskracht groter is dan de wrijvingskracht, dan is er sprake van een versnelling. We hebben dan een netto kracht die naar voren gericht is. We hebben meer kracht naar voren dan naar achteren. Als de aandrijfkracht gelijk is, dan is de netto kracht 0. Dan is de kracht naar voren en naar achteren gelijk. En dat betekent dat de netto kracht 0 is. En de netto kracht wil 0 betekent dat de snelheid gelijk blijft. Nou, dat kan ook snelheid zijn van 0. Maar netto kracht is hier 0. De snelheid is in ieder geval constant. Blijft gelijk. Als de wrijvingskracht groter is dan de aandrijfkracht. Dus je hebt meer kracht naar achteren dan naar voren. Dan heb je netto kracht naar achteren gericht. Nou, dat kan zijn een vertraging. De snelheid neemt af. Hij zou ook versneld naar achteren kunnen fietsen. Maar goed, dat is een beetje onlogisch. Maar dat kan volgens de theorie in ieder geval wel. Als je dat in getallen ziet, dan heb ik hier een netto kracht van 160 newton vooruit. Er is 160 newton meer naar voren dan naar achteren, er is dus een snelheidstoename. Hier is er sprake van constante snelheid. Kracht naar voren en achteren zijn gelijk, de netto kracht is dan 0 newton, de snelheid verandert niet, bijvoorbeeld heel de tijd 25 km per uur. Hier is een snelheidsverandering, wel, want hier is de snelheid, die neemt af, omdat er een netto kracht naar achteren gericht is. Er is meer kracht naar achteren dan naar voren. Dus netto kracht, nou hier wordt die negatief genoemd zelfs. Dat kan een netto kracht van min 160 Newton. En dat wordt meestal naar links of naar achteren genoemd. Bij parachutesprong kun je goed zien wat de invloed is van de netto kracht. Hier dat regeltje in het grijs is belangrijk om dat constant uh, voor ogen te houden. Dat je bij een constante snelheid de netto kracht 0 Newton hebt. Nou, stel je voor dat er een uh, parachutist in een vliegtuig aankomt. En die parachutist die gaat uit het vliegtuig springen, uiteraard. En op het moment dat hij springt, echt vlak op dat moment, dan kun je al iets zeggen over de krachten die een rol spelen. Uh, namelijk, de eerste is de zwaartekracht. De zwaartekracht, die uh, is afhankelijk van de massa van het voorwerp. Nou, voor een persoon zal dat misschien 800 newton zijn of zo. Of, uh, of misschien uh, 900 newton als er een goede parachute bij zit. Uh, maar de... De luchtweerstand die is dan nog best wel klein, want hij heeft nog niet zo'n grote snelheid verticaal gezien. Dus het is een kleine luchtweerstand. En dat betekent dat de netto kracht best wel groot is naar beneden. Het resultaat van de luchtweerstand en de zwaartekracht is een grote netto kracht naar beneden. Nou, wanneer die uh, verder valt, dan zal zijn snelheid zal toenemen. En als zijn snelheid toeneemt, dan wordt zijn luchtweerstand groter. En als de luchtweerstand groter wordt, en zijn zwaartekracht blijft gelijk. Natuurlijk is het logisch dat zijn zwaartekracht gelijk blijft, want hij wordt niet zwaarder of lichter. Dan wordt zijn netto kracht kleiner. Er is nog steeds wel netto kracht. Hij versnelt dus nog steeds, maar niet zo snel als in het begin. Als hij eenmaal een vrije val maakt, en hij valt soms wel een minuut lang, met vrij constante snelheid, dan komt dat omdat de luchtweerstand inmiddels zo groot is geworden als de zwaartekracht. Dus die twee zijn aan elkaar gelijk en dan is de netto kracht nul. En de netto kracht 0 betekent een constante snelheid. Constante snelheid 0 Newton. Wanneer die dan um, zijn vorm zou veranderen door bijvoorbeeld een iets meer stroomlijn aan te nemen, dan heb je minder luchtweerstand en dan zal die weer iets versnellen. Wanneer die zijn parachute opentrekt, dan krijgt die echt een enorme luchtweerstand. En die enorme luchtweerstand zorgt voor een grote tegenwerkende kracht. Die is groter dan de zwaartekracht. En dat betekent dat je netto kracht omhoog gericht hebt. Natuurlijk beweegt hij nog even naar beneden. Het kan niet zo zijn dat hij dan weer omhoog gaat. Nee, hij beweegt langzamer naar beneden. Hij vertraagt. Omdat de nettokracht tegen de beweging ingericht is. Hij vertraagt naar beneden en zijn snelheid neemt dan natuurlijk af. Omdat zijn snelheid afneemt, neemt zijn luchtweerstand ook af. En als zijn luchtweerstand afneemt, want die was in het vorige plaatje was die nog heel erg groot. Maar als zijn luchtweerstand hier nu iets afneemt, dan wordt die luchtweerstand weer zo groot als de zwaartekracht. En dan heb je weer een netto kracht van 0. Als er weer een netto kracht is van 0, dan beweegt hij met constante snelheid naar beneden. Uh, zijn snelheid verandert niet, tenzij zijn vorm verandert, maar dat is niet aannemelijk. En uh, nou, dan komt hij dus met constante snelheid op de grond. En nou, die snelheid die kan zo uh, laag zijn, omdat hij een enorme luchtweerstand heeft. Ik heb je nu geleerd wat de invloed is van netto kracht op snelheid. Succes!